trek het duim naar voren, omhoog. Ik pak één hand boven haar middel, of boven haar heup, en één hand beneden. En ze springt en gaat zitten. En dan gaat ze de armen gestrekt. Ja. En daarmee kan ik er, dat zijn een soort hendels, waarmee ik haar kan tillen, zodat ze precies op haar zwaartepunt op mijn schouder zit. En ze kan gaan zitten, draaien een rondje. Als eerste bij de landing pak ik altijd haar schouderbeet. Tweede zwaartepunt, en hier mijn controle. En ze gaat naar de zijkant eraf.